ik speel vandaag alleen maar liedjes van, maar niet van mezelf. Van een andere persoon, Leonard Bernstein, van, die heeft de West Side Story geschreven. En die speel ik vandaag ongeveer na. Dus als jullie mee willen zingen, dan mag dat dus. Dat is het hele idee eigenlijk. Allemaal meedoen! Ik maak muziek met samplers, synthesizers die ik aanstuur met planten. Waarmee ik geluiden aan, uitzet en beïnvloed. En ik heb Jeroen Diepemaat uitgenodigd om hierna zijn eigen interpretatie te geven van het samplen van LP's of muziek maken met vinyl. Ik wou net niks vertellen, maar misschien is het toch slim om een klein beetje te doen. Ik doe nu een optreden met 2 draaitafels, 4 toonarmen. Thank you.
2 april. In de kringloopwinkel zie ik een pak Euroshopper koffiefilters voor €2,50. (lacht) 15 april. Op het plafond van de Albert Heijn is een wandcontactdoos gemonteerd. Met een labelwriter heeft een medewerker er het woord feestverlichting opgeplakt. (lacht) 24 april. In de boekenwinkel staan de dieetboeken in de kast met de hobbyboeken. (lacht) 29 april. Vandaag zie ik 2 skippieballen op een trampoline liggen. (lacht) 23 juni. Als morgen ineens alles 2 keer zo groot is, hoe komen we daar dan achter? Ik heb eigenlijk jaren, of nog steeds wel, ben ik eigenlijk meer actief als geluidskunstenaar. Maar de afgelopen jaren ben ik gaan schrijven en ik vind het heel fijn om op een festival als dit nu een keer wat anders te doen. Ik ook. En even kijken, dit is uit mijn laatste boek. Ah ja. Het maken van een album en dat gaat begin volgend jaar ergens uitkomen hier bij S-Crack. En ik wil vanavond eigenlijk een kleine introductie geven om een idee te krijgen waarmee ik bezig ben. Dus het is geen een lang set of zo, maar even een luisterproefje.